Ja, je hoort wat geroezemoes, beste mensen, op de achtergrond. Dat komt eigenlijk dat we elke vrijdagochtend hier in de Veilishof hebben een bijeenkomst voor iedereen die wil. Daar leg ik even de nadruk op. Om hier gezellig in de Veilishof bij elkaar te zitten, kopje koffie erbij. En dan uiteraard natuurlijk hier een bezoek brengen aan het museum van Bert Oosterbos. We zijn vandaag in een heel ander kaderblok hier, maar nu met dit selecte gezelschap naast mij op de bank willen we het gewoon helemaal hebben over het wielrennen aan zich, maar ook uiteraard zeer zeker over de grootste wielrenner die Eindhoven en misschien in Nederland mede wel gaat heeft, Bert Oosterbos. Welkom Geel, welkom Frans. En welkom Geert, respectievelijk de zus, de vader en Geert, ja, moeten wij behoefte in kans, natuurlijk de omzegger, die we hier vandaag bij elkaar hebben om nog eens even terug te kijken op het geweldige wielerleven van Bert Oosterbos. Ik wil beginnen met Gea. Ja, ik weet het. We kennen elkaar zo gelukkig al heel lang dat het wellicht ook een beetje emotioneel is voor je om daaraan terug te denken. Maar toch, de plezierige tijden over die we ermee beleefd hebben. Ik denk aan de bijeenkomsten die we hier al gehad hebben met Engelse vrienden, met allerlei wielervrienden. Gezellig op het terras hier bij de Veilishof. En dan, ja, dan kom je onmiddellijk natuurlijk op de geweldige prestaties die door Bert zijn neergezet. Hoe was hij eigenlijk als, ik noem maar iets, manneke van de jaren 4-5 thuis? Was er iets mee te beginnen? Maar ik geloof dat niet, maar dat weet ik niet, want ik ben ook weer wat jong. Ja. Maar je zult uit overlevering wel gehoord hebben, ja, dat je wel eens ooit op kon vallen bij de fietsen op. Hij is wat bij een woord, hè. Aan later leeftijd moet je daarop komen. Ja, dus duidelijk, ben je trots op je broer? Heel erg. En dat uitzicht in fijne gedachten aan een, helaas wellicht een bezoek in Vlakhoven waar Bert begraven ligt. En, Dat blijft toch niet alleen als wielrenner, maar ook als zo. Maar de trots die zal toch overheersen natuurlijk, want als jij hoort, als je hier aan de binnenstad bezig zag, het was, was een super en geweldige kanjer natuurlijk. Maar ook een gemiddelijke vent, een man waar je mee kon lachen, waar je mee kon huilen, kortom, en ook een ras, echte Eindhovenaar. Hij haalt ook niet zo op om van huis af te zijn. Nee. Mijn vader is volgens mij ook samen klaar aan dat hij zo'n heimwee had naar huis. Dat kost hem eigenlijk niemand af. Ik merk, Gea, dat het toch een beetje moeilijk wordt hier en daar. En dat zie je trouwens nog op die gedachte terug kan denken aan hem. Je noemt even je vader, ik zal even naar deze kant gaan. En beste mensen, ja, we zitten hier met vader Frans, ook een man die bij de wielersport is opgegroeid natuurlijk. En er wordt net even nog weer aangehaald van, je bent ooit naar Frankrijk moeten rijden om, dat het weer niet erg goed ging met hem. Wel wat wielrennen betreft, maar dat hij weer te veel aan Eindhoven dacht. Dat is een goede. 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 D
dan voelde hij zich weer vertrouwd. En hey, want als ik eraan denk, Bert Oosterbos voor een bezemwagen, ja, dan klopt het niet. Dan moet je op zijn fiets in elkaar gereden hebben of noem maar op. Maar dat kan niet aan de gesteldheid liggen. En ja, duidelijk. Hoe trots kan een vader en een moeder zijn en de rest van de familie wanneer je zoon twee keer wereldkampioen wordt? Was u daarbij bij de wereldkampioen? Ja, in de was ik ook bij. Dus je hebt het allebei van dichtbij mee kunnen blijven. Kun je even vertellen van. Dan hoor je die tijd van die mannen toen dat tijd al onder de 2 uur 100 kilometer op eigenlijk gewone fietsen, zeg maar. Ja. Met Guus Bierings van Houwelingen en Bartje van Nes erbij. Wat doet dat met een vader? Trots, ja. Ik denk dat je iets kent. Die had gewoon rijden, maar dat je zoiets zou hadden, dat is. Ik neem aan dat je daar op dat moment niet aan denkt, maar hebt u daar een biertje bij gedronken daarna? Ja, beste mensen, ik wil dat gewoon even aanhalen, want we zijn echte Eindhovenaren, we zijn wielerliefhebbers. Maar de gezelligheid en dat geldt ook, ouder dat je wordt. Vandaar dat we hier met geweldige mensen zitten van het Oude Kapel die hier die film opnemen. Want oud worden is mooi, maar thuis zitten niet in Frans. Je meer dat je fiets nog, zo meer niet in de schouders dan ik ken niet meer. Nou, fijn dat je even aan het woord blijft rustig zitten. Dan ga ik even naar, ik zeg altijd de volkrot, dames en heren, ik heb in feite maar één vriend. Heel veel goede bekenden, maar mijn vriend is Geert Oosterbos. Ja, Geert, wie kan er beter uitleggen als jij over de kwaliteiten, de capaciteiten van Bert? Je hebt er zelf mee rondgefietst, je hebt ermee getraind. Kortom, je weet er eigenlijk alles van. En dan denk ik aan die geweldige mooie foto van jou en Bert bij de Orion. Die een schitterende foto. En vertel, even Jan, geef eens even weer wat jij beleefd hebt met hem. En wat het meest op de verbeelding spreekt bij over zijn capaciteit. Nou ja, ik ken hem vanaf jeugdrenner eigenlijk. En toen was het nog een klein dik manneke en hij ging met mij naar de koersen toe. Toen koerste ik bij de aspiranten en nieuwelingen. En ik heb hem ooit naar huis moeten duwen. Zo kapot zat hij en zat de spierwit op de bank thuis. En de Frans tegen mij zei, maar jongen, we hadden nooit dat gedaan. Dus ja, goed, dat was het begin eigenlijk. En niemand had toen in de verste verte kunnen bevroeden dat er zoveel talent in een manneke zat. Maar ja, toen werd hij nieuweling en ik nam hem af en toe mee naar die groep. Train had je ooit in de middag vrij, toen was hij nieuweling geworden. En ik was een amateur en hij reed af en toe zo hard. Ik denk, ja, wat moet dat naartoe met hem? En zelfs beroepsrenners, die zetten die als het ware een klein beetje voor gek. Want die zal hem naar achter te jagen en het was houdoe en tot ziens. En ik denk ja. Maar ja, ik raapte mijn eigen een beetje bij elkaar en ik zei, ik heb een keer tegen hem gezegd. Ik zeg, jongen, jij wordt dadelijk amateur, maar de eerste en beste keer dat jij voor mij eindigt, stop ik mijn koersen. Maar ja, ik had goed beter aan meteen kunnen stoppen, want het was de eerste en beste koers, was het al zover. Dus ja. Ik heb er maar mijn beetje korreltje zout genomen. Maar ja, ik had, toen zag ik wel dat er enorm, hij maakte een enorme progressie vanaf tweede jaar junior naar amateur toe. Ik denk, waar moet dit eindigen? En ik heb met hele sterke lichtingen renners gereden. Ik begon met Den Hertog. Vervolgens kwam Jan Raas, Kneteman, Kuiper, Henk Lubberding, Johan van der Velde. Nou, en hij kwam, en ik heb hem als amateur, ik heb hem wel eens mee naar België genomen. En nou,
Er was niemand die zo hard met de fiets kon rijden als Bert Oosterbos. Dat roep ik. Dat zei ik nu nog en dat blijf ik volhouden, want ik heb dat zelf meegemaakt. Weet je wat ik mooi vind, Geert? Jouw uitdrukking van, dat is een beetje een Belgische uitdrukking, daar kon niemand zo hard met de fiets rijden. Ja. Wij begrijpen in het wielrennen, zeggen wij in Nederland, ja, dat is op de fiets. Ja. Maar een Belg zegt er altijd nog bij van, op de fiets rijden. Hij kon geweldig hard met de fiets. Merkte jij toen al, ik hoop niet dat jij deze opmerking van mij met euvel duidt, maar jij bent zelf ook niet lang in militaire dienst geweest. Zat er dat bij de familie Oosterbos een beetje in dat ze niet goed van huis af konden? Hadden ze allemaal een beetje heimwee? Of was je gewoon weggejagen in dienst? Nou, ik zal dat maar een beetje in het midden laten, maar inderdaad, ik was ook niet iemand die echt lang van huis kon. Als het bij mij een week duurde, en dan begon ik al, en het was 2 weken, dan begon ik ook al een beetje te malen in mijn kop. Ik denk niet dat je daar van de vreemden had. Nee. Gij, had jij er ook last van? Dat je niet goed lang van huis af kon? Of? Nou, ja, minder. Jij was de uitzondering op de regel, zoals men dat zegt. Die wel graag een keer van huis af was. Nou, ja, maar ja, het was niet. Je had er geen moeite mee? Nee. Ja. Hebben jullie het ook zo ervaren, jij en je vrouw Frans, dat de kinderen zo erg graag thuis waren? Ja. Dus een warm nest was het bij de familie Oosterbos. En dat is ook iets wat een sportman, vooral een groot sportman, achter moet hebben natuurlijk. Hè. Dat is duidelijk. Ja, dan komen de relaties. Wat betekende Jan Giesbers voor Bert? Ja, in de periode tussen de was amateur was, was de Giesbers. Ja, ik zeg maar Giesbers aan mij. Ja, natuurlijk. Maar die heeft er wel veel. Die stimuleerde hem altijd. En als het dan niet goed ging, dan kwam Jan en dan had hij niet even en dan was het alweer. Werd hij kende hij wel, maar dan moest hij 10 keer zeggen. En dan kwam hij daar ook. Dat weet iedereen uit. Maar die wist in Duitsland. In Freiburg en dan moest hij allemaal bergop en dan kon hij niet in zijn zin. Die Giesbers zei, ik heb nog nooit iemand zo hard bergop zien rijden als hij. Maar dat kon hij ook. Daarop aansluitend, wat heeft Rini Wachmans voor hem betekend? Ook veel. Rini, die praat er ook zo mee. Die wist ook hoe dat hij was. En Rini is er goed voor geweest. Dat kwam hij altijd. Laten we dan het rijtje afmaken, Peter Post. Peter Post, ja, dat is een ander verhaal natuurlijk. Ik denk toch dat ze te lang tegenhouden. Anders, je hoort er overal dat het een hele grote zou worden, maar eigenlijk is hij een beetje gedrukt eigenlijk door de Raas en die mannen. En Raas was nog beter als Knedeman. Ja, maar hij zat ook, als ik even mag, in een lichting. Ja, met wereldtoppers natuurlijk, Raas en Knedeman ook allebei wereldkampioen geworden. En ja, dat heeft hem misschien een beetje geremd, want dat bedoel jij, in zijn ontplooiing, waar hij eerder tot de wereldtop had kunnen behoren als hij in een mindere. Maar ja, toen hij bij de zeepcentrale, waar Winnie toen weer gewoon geregeld heeft, dat hij wat meer kon gaan bedienen, dat heeft een hartstikke getekend en noem allemaal maar op. Maar kortom, het zijn toch de mensen die ik nu genoemd heb, die hebben toch een bepaalde betekenis gehad in zijn leven. En wat helaas veel te kort geweest is. Maar ja, daar kunnen we dus verder weinig aan doen. Dankjewel. Ik ga nog even naar Geert. Geert, toen we dit kregen hier. Toen jij met Gea de spullen opgehaald hebt bij Rini Wachmans. Die eindelijk blij was dat dit kwam. Het marcheert hier geweldig in de Veluwshoop. Van alles te doen. Alles op wielergebied. Waar je ook rondkijkt. Het ademt wielrennen hier. En als jij zo gewoon even de hoogtepunten hieruit, hè, zijn beide wereldkampioenschappen natuurlijk. Maar ook de bekende trui. De winnaar van de eerste winnaar van de Ronde van Amerika. Ja. En alle overige zaken. Vertel eens even, wat heeft op jou het meest indruk gemaakt?
Ja, natuurlijk allereerst wel de trui van wereldkampioen achtervolging met Francesco Moser. Mag ik even inhaken? Ja. Die jij, want je bent inmiddels ook een oude knar, dus ja, jij moet ook maar op het oudere appel stemmen, dadelijk met de stemming. Ja. Lijst 5, je weet dat niet, maar dit maar even tussendoor. Je fietst nog steeds. Je gaat dan de laatste jaren naar dat wereldkampioenschap voor jullie in Oostenrijk. En wie loop jij daar tegen het lijf? Ja, Francesco Moser. En ik ken geen Italiaans natuurlijk. Nou, redelijk. Maar spaghetti kan ik dan zeggen. Maar in ieder geval, ik dacht, die man was omringd met veel mensen. En er was moeilijk bij te komen. Hij is nog altijd immens populair. Ik was eregast in Oostenrijk en ik denk, hoe moet ik daarbij komen? Ik denk, nou, ik pak mijn licentie en ik laat mijn achternaam zien. En ik liet hem mijn achternaam zien en zijn ogen werden één keer zo groot. En het eerste wat hij zei, dat was, Xi Amsterdam, Bert Oosterbos. Ja, ik kon de naam verstaan, daar zei hij dan wel zo. En ik kon zien, er sprak gewoon bewondering uit op de manier waarop hij die naam uitsprak. En hij wilde direct op de foto, alleen voor de familie Oosterbos, wilde hij met mij per se op de foto om daarmee naar huis te nemen. En dat vond ik, dat is toch een indirect eerbetoon. Prachtig eerbetoon. En dit geeft even aan als zo'n man, die ziet die finale natuurlijk weer door zijn hoofd schieten. Waar je eigenlijk door zo'n eigenlijk min of meer nog een snotneus, een broekie, tot de orde geroepen werd en het onderspit mezelf in de finale van het wereldkampioenschap. Ja. Prachtige herinneringen die we hier horen. Als we dan tot slot ik roep iedereen op die graag een keer hier naartoe wil komen. Dan liggen hier zoveel mooie momenten. Als je dan even net als wij bij elkaar zit, ja, dan kun je er eigenlijk dagen over praten. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Als ik jullie mening vraag, ze het alle drie in het begin bij Gea. Gea, wat moet er in Eindhoven gebeuren dat we weer kunnen genieten van de wielersport? De binnenstad met de Grand Prix de la Libération. In elk stadsdeel hadden we een wielerronde. We hadden een bloeiende wielervereniging. Twee eigenlijk, moet ik zeggen. Wilhelmina en het zuiden. Wilhelmina waar ik al weinig opvolging daar voorzitter. En het zuiden waar we de heer Van der Heijden als voorzitter hadden. Wat moet er gebeuren? Wat zou jij graag terugzien in Eindhoven? De ronde van de binnenstad. De ronde van de binnenstad, daar blijven toch. We zien ze nog voor de start bij elkaar, hè? Met Raas en Bert en noem allemaal maar op. Superieur, prachtig, zo aankomend hier bij het gemeentehuis. En, dus daar zou jij graag terugzien. Geert, bij jou? Ja, ik sluit me eigenlijk daar direct bij aan. Alleen ik wil erbij zeggen, en ik heb een goed voorbeeld daarin voor mijzelf. Pieter van der Hogeman, die heeft enorm veel voor Eindhoven betekend met zijn sportprestaties. En ik vind Bert Oosterbos in zekere zin precies hetzelfde. Ik vergelijk die twee altijd, dat zijn ware ambassadeurs geweest voor hun sport. Als sportman op een geweldig hoog niveau gestaan, het allerhoogste bereikt. En dan zou ik zeggen een ronde van de binnenstad en dan genoemd naar Bert Oosterbos. Duidelijk, ik sluit me daar onmiddellijk bij aan natuurlijk. Ik heb Pieter van Hogenband diverse keren mogen presenteren in de Nacht der Verdette. En ook een heel groot sportman. Van mij mocht er nog een Bert Oosterbosstraat bij, of laan, of net hoe je het noemen wil. Nou, stem op lijst 5, oudere appel, want die zullen zich hard maken om dergelijke zaken voor elkaar te krijgen. Bedankt. Dan ga ik nog even naar jou, Frans, de vader van Bert. Wat zou jij het liefst weer terug hebben in Eindhoven? Ik denk dat ik het antwoord al weet. Ja. Ja, hij heeft er nog met een befaamd, we hebben daar nog een befaamd koppel gehad, zo moet ik het zeggen. Die geweldig in de picture stonden, die een eenmansploeg hadden. De mensen kennen dat filmpje allemaal nog, die valpartijen en zo.
En het is, de binnenstad zal toch altijd blijven trekken en het moet mogelijk zijn. Het moet mogelijk zijn om één dag die binnenstad af te sluiten. Ik wil jullie alle drie, te beginnen bij Gea, hartelijk danken voor jullie openhartige gesprekken hier. Natuurlijk altijd over de man die we nooit zullen vergeten, Bert Oosterbos. Gea, bedankt. Heer, bedankt. Frans, bedankt. Op naar de koffie.